De Vereniging voor Biodiversiteit van het Guyana Schild in Suriname, VBGSS, heeft gisteren in het kader van Wereldbiodiversiteitsdag haar lezingencyclus voorgezet. Het doel van de lezingen is een platform te bieden aan belanghebbenden om de resultaten van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten aan de gemeenschap te presenteren. Het thema van deze vierde lezing is biodiversiteit en socio-economische aspecten. Een van de inleiders was Rudy Clemens. Hij heeft een presentatie gehouden over de duurzame economische activiteiten in het Boven-Kopenamegebied. Na de instelling van het Centraal Suriname Natuurreservaat in 1998 zijn er volgens Clemens besprekingen geweest met de lokale bewoners. Die besprekingen zijn er ook wenselijkheden naar boven gekomen, waaronder bij de community gemeenschap dat ze een van de wenselijkheden was en is dat ze dan eigenlijk omdat vanwege het reservaat is eigenlijk officieel bevestigd dat de toekomst maar elk handelen in dat gebied nou duurzaam moet gebeuren. Want je kan geen reservaat nou komen en het reservaat is het stokpaardje van Suriname. Dan vlak voor het reservaat grote mijnen. Dus eigenlijk met het reservaat is het gebied gestuurd naar duurzaamheid. De inleider Negremo Paulus heeft een financiële analyse gemaakt van de kostprijs van Maripaoli. Zij heeft geconcludeerd dat de consument tegenwoordig eerder een natuurlijk product kiest dan een chemisch samengestelde. Paulus gaat verder in op de factoren die de kostprijs van Maripaoli bepalen, omdat er weinig tot geen literatuur is over de kosten van deze oliesoort. Per producent wordt er op jaarbasis 24 liter maripaolie geproduceerd. De totaal benodigde productieuren hiervoor zijn 475 uren. Dus het is een aantal weken. Het komt zelfs, ja, hoe gaat het op 3 maanden soms. Hangt er vanaf hoeveel mensen er zijn om mee te helpen. De totaal benodigde arbeidsuren, dus daarmee wordt bedoeld, gaan naar het kostgrondje om de noten in te zamelen, stampen, wassen. Dus dat alles komt op 294,5 euro. De verkoopprijs per liter Maripaoli, dat was in 2017. Ik ben wel niet nagegaan als het hoger ligt, dus dit jaar, was toen 70 SRD. En de arbeidskosten komen op SRD 1808 SRD en 23 centen. Ik heb gewerkt met het minimumuurloon van 2017. Dat was 6 SRD en 14 centen per uur. Negremo Paulus, zij heeft een presentatie gehouden over de kostprijs van Maripaoli. Zij deed dat tijdens de vierde lezing van de Vereniging voor Biodiversiteit van het Guyana Schild in Suriname, VBGSS. De lezing is onderdeel van de lezingencyclus die gisteren is voortgezet in het IGSR-gebouw op het universiteitscomplex.